Politici willen zich graag opwerpen als de redder der natie tegen een enorme golf illegale migratie op ons afkomt, maar in de praktijk gelooft niemand dat dit gaat helpen. De framing, daar begin ik mee. Dat is hier niet zo aan de orde gekomen, maar het is wel een publieke beeldvorming van allerlei Afrikanen die op bootjes, en dat het een toenemende soort golf is die op ons afkomt. En dat het dan voornamelijk om vluchtelingen gaat. Even een paar feiten om dingen in perspectief te zetten. 9 van de 10 Afrikanen die naar Europa migreert legaal. He, dus dit is wel degelijk een probleem, maar we moeten dit ook weer even in gaan kaderen. Het is niet zo dat dat een structurele toename door de tijd is. Het is een probleem, daar ga ik het straks over hebben. Dat heeft 2 oorzaken. De illegale bootmigratie begon reeds in 1991. Ik weet niet of een van u weet waarom dat in 1991 begon. We moeten de oorzaken toch van een fenomeen begrijpen. Het feit dat ze niet, het feit dat mensen niet meer mochten vliegen, denk ik. Nee, we hebben toen een visum ingevoerd voor Noord-Afrikanen die vroeger, naar Zuid-Europa kwamen werken en die heen en weer gingen. Die konden dat opeens niet meer. En toen ging men inderdaad de diensten van vissers inhuren. En we proberen eigenlijk al sinds 1991 deals te sluiten of akkoorden. Dit gaat dus al heel lang terug. En ik kan alleen maar constateren dat het één grote verspilling van belastinggeld is geweest. Want de oorzaken van migratie zijn er gebleven. Dat gaat gedeeltelijk om vluchtelingen. Maar het gaat voor een substantieel deel, en dat noem ik de olifant in het hele debat, om arbeidsvraag. Er zijn heel veel mensen die naar Zuid-Europa, maar ook in Noord-Europa terechtkomen, omdat er nou eenmaal een zwarte arbeidsmarkt is, waar er een grote vraag is, dat we met z'n allen hartstikke tolereren, want er is geen enkele wil om dat aan te pakken. En dat is de olifant in de kamer van het hele debat. Dus we hebben aan de ene kant te maken met vluchtelingen, maar we hebben ook te maken met een arbeidscomponent. En we weten ook uit onderzoek dat die heel sterk fluctueert met de conjunctuur. Dus toen de Spaanse economie in elkaar klapte, decennium geleden, was er geen Marokkaan die erover dacht om op zijn bootje te stappen. Toen de arbeidsvraag weer aantrok, toen wel. Ik constateer dat het een volstrekte illusie is dat je de Europese grenzen kunt afgrendelen. We hebben een totale andere geopolitieke situatie dan de vaak genoemde voorbeelden van Australië en Nieuw-Zeeland. We hebben ook een zeer lange landsgrens. We hebben 44.000 kilometer Europese mediterrane kustlijn. Tenzij we Europa veranderen in een soort Noord-Korea, is het volstrekt ondenkbaar. Ik geloof niet dat één van die 4 politici ook maar geloofde dat dit migratie zou tegenhouden. Dit is voor de bühne. En voor inderdaad Noord-Afrikaanse landen is het voor het geld. Dat komt niet bij de bevolking terecht, dat weten we ook wel. Dit is voor de bühne. Hier worden verkiezingen mee gewonnen. Dezelfde Meloni, die zeer harde taal over immigratie uitslaat, heeft een recordaantal arbeidsmigranten toegelaten en heeft onlangs voorgesteld 500.000 illegale migranten te legaliseren. We zien ook hier een enorme kloof tussen wat politici beweren en wat er in de praktijk gebeurt. En politici willen zich graag opwerpen als de redder der natie tegen de enorme golf illegale migratie op ons afkomt. Maar in de praktijk gelooft niemand dat dit gaat helpen. We proberen het al 35 jaar. Kijk, wat ik echt heel kwalijk vind, eigenlijk het meest kwalijke van dit op zich grappige betoog, is als wetenschappers en journalisten gaan spreken over de intenties van politici. Hoe vaak heeft u Mark Rutte gesproken? Hoe vaak heeft u Mark Rutte ontmoet? Zeg maar hem neerzetten als alles wat hij doet is puur voor de bühne. En hij heeft geen enkele motivatie omdat hij denkt dat dit daadwerkelijk een probleem is dat moet worden opgelost. Ik vind dat heel kwalijk. Als wij het hebben over het vertrouwen dat mensen in politici hebben, dan zijn dit soort dingen, dit soort opmerkingen wegzetten als ze doen het alleen maar voor de bühne, alleen maar voor de framing, vind ik heel kwalijk. Ik werk niet aan dit dossier 80 uur per week omdat ik zo graag een bepaalde framing neer wil zetten, omdat ik hier oprecht iets aan wil doen. Ja, weet je, ik ben hier vanavond niet heen gekomen om de Turkije-deal of zo te verdedigen, maar ik vind het gewoon echt te gemakkelijk. En hier vind ik toch, en ik probeer het echt voorzichtig te framen, maar volgens mij doen er heel veel partijen straks mee aan die verkiezingen. Het gaat ergens om. Mensen hebben iets te kiezen. En dan kan je niet politici allemaal wegzetten als, nou ja, zoals dat daarnet gebeurde. Ja. Mag ik dat toch gewoon even melden? Volgens mij staan hier 4 mensen die geloven in een ideologie of waar ze voor staan. Heel goed om feiten te checken. Daar moeten wij ook, die kritiek wil ik ook prima incasseren. Maar niet de intenties van mensen. Ik vind dat gewoon ook niet fair.